De afgelopen jaren zien we dat rechters ook zwaarder zijn gaan straffen als het ging om liquidaties. En het OM heeft daar ook aansluiting bij gezocht en komt tot een eis van 20 jaar en voor een van de twee verdachten tot 22 jaar. Omdat gelet op zijn strafblad het erop lijkt dat deze verdachte eigenlijk al afscheid heeft genomen van de samenleving. Het geheel aan bewijsmiddelen overzien, meent het Openbaar Ministerie dat de conclusie moet zijn dat samen en in vereniging op 15 december 2015 in Almere Ali Motamed opzettelijk van het leven hebben beroofd. Elektricien Ali Motamed werd in december 2015 voor zijn huis in de Marsmanstraat in Almere vermoord. Later onthulde het parool dat Motamed eigenlijk Mohammed Reza Kolahi Samadi was. Hij is in Iran ter dood veroordeeld vanwege een bomaanslag in Teheran in 1981. De IVD onderzoekt nu of Iran betrokken is bij zijn liquidatie. Onze inlichtingendiensten hebben sterke aanwijzingen dat de Iraanse overheid betrokken is bij twee liquidaties in Nederland. Toch is de eis van het Openbaar Ministerie daar niet op gebaseerd. Wij kennen natuurlijk de berichten over een mogelijke connectie met Iran. Maar vanuit het strafrechtelijk onderzoek is dat nooit kunnen worden vastgesteld. En voor de beoordeling van deze verdachten en dat wat zij gedaan hebben, doet het eigenlijk ook niet ter zake. De moord op Motamed is goed gepland en voorbereid. Wat wel ter zake doet, is dat het OM beide verdachten zwaar aanrekent dat de liquidatie voor hen slechts een klusje voor geld was. Wie ze daarvoor moesten omleggen, deed er niet toe. En verder lijkt het erop dat beide verdachten zich vooral hebben laten leiden door geldzucht, zucht naar een beloning of aanzien in het criminele milieu. Een derde crimineel, Nawfal F., zou hun opdrachtgever zijn geweest. Tegen hem loopt een aparte rechtszaak die op 14 mei van start gaat.